Mark, is hiermee de valse competitiestart van PSV enigszins rechtgezet? Nee, eigenlijk niet. Want je hebt in Waalwijk 3 punten verloren. Die krijg je hiermee niet terug. Maar het is natuurlijk wel altijd prettig als je 5-0 wint. Zeker in een thuiswedstrijd waarin je nog een beetje spektakel kan bieden op het einde. Maar in de eerste helft was het niet helemaal zoals we wilden. Het was een beetje zoeken. Dan moet je discipline hebben en heel weinig balverlies leiden. En op het moment dat we balverlies leden, had Roda het idee dat ze iets konden halen met die diepe ballen. Zonder dat ze echt gevaar stichten. Maar dat moet eruit. En dat was tegen RKC ook al het geval. En nu wordt dat niet afgestraft, maar dat moet er wel zo snel mogelijk uit. En dan kan je nog meer de wil opleggen aan de tegenstander. En dan kan je misschien nog wel meer goals maken. Ja, ben je het met me eens dat de wedstrijd 48 minuten heeft geduurd tot jullie 2-0? Ja, als je de uitslag ziet, denk je dat het heel erg makkelijk is. Maar wat ik al net al zei, in de eerste helft probeer je een oplossing te zoeken. Wat heel erg moeilijk is, omdat Roda heel compact en defensief stond. En dan moet je geduld hebben en de discipline hebben om die bal heel snel rond te laten gaan. Met de juiste snelheid op het goede been. Heel snel de vrije man proberen te vinden. En dan kan je ze kapot spelen. En dat deden we in de tweede helft deden dat beter. En dan zie je ook dat je op het einde, zeker ook met dit weer, daar hadden we beide last van. Maar als je de bal laat lopen, ja, dan krijg je openingen. En dan speel je ze kapot. En dan kan je zelfs nog 6 of 7-0 maken. Ja, maar uiteindelijk voldoening in de kleedkamer. 3 punten, een ruime overwinning. En ja, de competitie is nu echt begonnen. Ja, maar ik moet zeggen, de weersomstandigheden waren ook dusdanig dat het heel erg zwaar was. Ik denk van beide ploegen, maar dan moet je juist de discipline hebben. En zeker de bal zo snel mogelijk rond laten gaan. Wat we een aantal keren heel goed gedaan hebben. Maar ook als we de bal verliezen, en dat was tegen RKC ook, dan vliegt iedereen er heel snel uit, de tegenstanders. En daar wachten ze op een fout van ons. En daar moeten we heel zuinig mee zijn. En als we dat zijn, dan krijgen we niet veel goals tegen. Dat was je officiële rentree in het Philipsstadion. Die was een soort man of the match al voordat de wedstrijd begonnen werd. Doet je dat nog wat? Als je ook in Nakamp, in de Arie, weet ik van waar je allemaal gespeeld hebt. Is dat dan nog op je relatief oude dag een opkikker? Nou, opkikker. Ik wist dat er iets op de rol stond. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend. Ik weet niet hoe jullie het beleefd hebben op de tribune. Maar ik kreeg er wel kippenvel van als je dat spandoek ziet. En je hoort het publiek je naam scanderen. Dit had ik niet verwacht. Maar ik ben wel heel erg blij dat het publiek het waardeert. Dat ik terug ben gekomen, dat ik die belofte heb ingelost. En als ze het zo inschatten, had ik ook niet verwacht. En na de wedstrijd ook. Tijdens de wedstrijd heb ik het ook gehoord. Ik moet zeggen, dat is wel heel mooi. Ja. Minder mooi. Je pakt weer een gele kaart. Dat moet geen trend gaan worden. 2 wedstrijden, 2 kaarten. Ja, ik ben blij dat je erover begint. Ik heb 1 overtreding gemaakt. En de nadruk ligt weer op de gele kaart. Dus eigenlijk vind ik het een beetje overdreven. Zeker ook de manier waarop ik de gele kaart krijg. Nou goed, de scheidsrechter beoordeelt dat als een gele kaart. Maar goed, dat hoort er ook bij. Maar het moet niet zo zijn dat iedereen daarop gaat letten. En dat is wel jammer. Van de ene kant, maar dat hoort er ook bij. Het was geen echte overtreding. Het was wederom geen gele kaart overtreding. Maar goed, de scheidsrechter geeft hem. Ik heb misschien 1 of 2 overtredingen in de hele wedstrijd gemaakt. Ben je bang dat dat een thema gaat worden? Dat het publiek van de tegenstander hier gaat zoeken? Dat de scheidsrechter gaat zoeken? En dat dat wel eens wat wedstrijden kan gaan kosten? Nee, het publiek van de tegenstander is dat altijd. Maar dan moet je zien, dat is een compliment. Dat ze bang voor je zijn. En dat zal vaker gebeuren. Dat is ook helemaal niet erg. Dat hoort erbij. En scheidsrechters die zijn objectief. En daar moet je van uitgaan dat het niet gebeurt.